Beroepsbegeleidend leren is het traject die ik nu volg, waardoor ik werk en leer op hetzelfde moment. Waardoor je echt meemaakt hoe de zorg in elkaar steekt. 1 dag in de week ga ik naar school en 2 à 3 dagen werk ik op de woonvoorziening. Ik heb voor dit traject gekozen omdat je kan kiezen tussen contracturen. En daarnaast heb ik natuurlijk geen diploma in de zorg en dat kan via een BBL-traject. Collega's zijn heel belangrijk in je leerproces. Wij hebben natuurlijk hier op de vloer ook gewoon werkbegeleiders. Dat is gewoon 1 persoon die voor mij er is als er iets is of als ik vragen heb, dat ze mee kunnen kijken en mee kunnen denken. Ik noem het altijd een beetje mijn tweede familie, mijn tweede thuiskomen. Je krijgt natuurlijk met iedereen een band, zowel met collega's als met de cliënten. Het gooit ook zoveel andere dingen juist open die ik van tevoren niet wist, die mij nou heel veel plezier brengen. En dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.